Goedemiddag, vandaag zijn we te gast in Halle, waar we een spetterende show zullen zien met een taal van zangers, zangeressen, begeleid door een perfect dansteam. Dames en heren, welkom op de nieuwe première show van Sterrenallures. Hoe lang zit je al bij Sterrenallures? Ik ben al sinds het begin bij Sterrenallures. Ik ben eigenlijk medeoprichter van Sterrenallures. Dus al 3 jaar. U hebt het eerste nummer gedaan, u hebt de spits afgebeten. Had u stress? Toch wel een klein beetje wel, ja. Het eerste nummer is altijd een ramp bij mij. En de rest van de show, hoe verliep die? Tot nu toe redelijk goed. Dus ja, momenteel is het nu kalm. Maar het tweede deel, daar moet dan ambiance verwachten. U hebt dit jaar ook deelgenomen aan The Voice? Ja, dat klopt. Ja. Ik ben toch kunnen gaan tot bij de 12 finalisten voor Q-Music. Goedenavond, Kenny, voorzitter van Sterrenallures. Bent u tevreden over de opkomst? Ondanks de slechte datum eigenlijk toch wel. Want normaal gezien, hier in Allen is nu toch volop communiefeesten en ja, moederdag dan ook, zoals overal. En ja, ondanks dat moeten we toch wel zeggen dat we genoeg volk hebben eigenlijk. Wat vindt u zelf van de show? Goh, we zijn er maar net begonnen en ik moet toch wel zeggen, het is al een schot in de reus nu. We gaan zien wat het tweede deel brengt. Normaal gezien zal dat nog veel spectaculairder moeten worden. Het thema van de nieuwe première show noemt Stars Till the World Ends. Waarom die naam? We hebben ons gebaseerd op de voorspellingen van de Mayas. Die voorspelden op 21 december 2012 ja, de wereld zou vergaan, de mensheid zou stoppen met bestaan. Nu ja, dat is natuurlijk allemaal de grootste zeverij dat er is. Dat is allemaal bedachte doemdenkers vooral. Het is toch wel een redelijke actualiteit eigenlijk. En vandaar dat we dat toch wel met onze show willen meetrekken. Zijn er ook al plannen voor volgend jaar een nieuwe première show te doen? Die plannen zijn er al. Datum is ook al gekozen. Dat zal dan 8 juni zijn. Kenny, en wat als er mensen zich geroepen voelen om in de groep Sterrenallures te komen? Wat kunnen ze dan terecht of wat kunnen ze dan doen? Eerst en vooral zeker contact opnemen met ons. Dat kan via onze website. Daarna volgt er automatisch een auditie van hetgeen dat je wilt doen. Dus we zoeken altijd wel mensen op het gebied van zang en dans. Zijn jullie de vaste groep in de Sterrenallures? Ja, wij zijn een hele groep samen. Kim komt speciaal van Brugge elke week af om mee te dansen met ons. We zijn nu met 5 vandaag. Normaal zijn we met 7, maar eentje is in zwangerschapsverlof en de andere zit in Barcelona. Staat u helemaal achter de choreo's die gemaakt worden? Ja, ik sta volledig achter de choreo's die gemaakt worden door Joyce. Het is ook een hele toffe. Het zijn leuke dansen, dus we amuseren ons allemaal te pletter en daar gaat het voornamelijk om. U bent ook zangeres hier bij Sterrenallures. Wat vindt u tot nu toe van de show? Wel, we zijn toch nog blij van zoveel mensen te kunnen ontvangen. Daar dat de datum een beetje moeilijk ligt met de communies, moederdag gebeuren. Maar zijn wij toch nog blij dat er zoveel volk aanwezig is. En dat blijkbaar nu uit de pauze bleek dat de mensen toch tevreden zijn. Nog verdere plannen in de zangwereld? Qua zangwereld zou ik zeker zeggen, zeker en vast blijven we nu verder doen met Sterrenallures. Dus het is onze tweede show, we mogen terug veel mensen ontvangen. En voor de rest kijk ik wat er komt. Kansen dat er aangeboden worden, zullen we grijpen. Hoe lang zitten we al bij Sterrenallures? Ik ben juist bij Sterrenallures gekomen, nog maar een maand of 2. De hoeveelste keer is het dat u op een podium staat? Mijn allereerste keer. En ik ben heel blij dat ik het kunnen doen. Had u stress aan het begin van de show? Ja, ik had heel veel stress. Maar een keer dat je op dat podium staat, alles vloeit eruit.
Het was een prachtig optreden van u. Hebt u nog verdere plannen in de muziekwereld? Ja, ik hoop dat ik heel ver kan komen natuurlijk. En ik zal mijn best blijven doen wat er ook gebeurt. Dat is echt mijn droom. Daarvoor wil ik gaan. Hier achter ons zijn ze bezig met alle mensen, zangers, zangeressen, dansers en medewerkers, een groot applaus te geven voor het spetterende show van de nieuwe première Sterallures, die hier is doorgegaan. Dames en heren, het was een hele mooie show en wij gaan terug richting West-Vlaanderen.